Ook de laatste paragraaf van hoofdstuk 9 staat in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Deze paragraaf gaat over de Duitse bezetting van Nederland en deze bezetting had politieke, economische en culturele gevolgen. Maar voordat we naar die gevolgen gaan kijken, zullen we eerst eens gaan kijken naar het verloop van die bezetting. En voor dat verloop heb ik eigenlijk alleen de gebeurtenissen aangehouden die in het boek genoemd worden, want ik had er nog een heleboel meer kunnen pakken. Die bezetting duurde iets minder dan 5 jaar. Hij begon op 15 mei 1940 en hij duurde tot 5 mei 1945. En je ziet al dat die Duitse inval slechts 5 dagen duurde. Het Duitse leger was veel sterker dan het Nederlandse leger, dat bijvoorbeeld slechts 1 tank telde. En na het bombardement op Rotterdam door de Duitsers besloot de Nederlandse regering zich over te geven. Die Nederlandse regering die ging vervolgens in ballingschap in Engeland, die vluchtte dus weg, maar het bleef vanuit Engeland de Nederlandse bevolking steunen. Maar Nederland kwam dus onder Duits gezag. En dan zien we dat ook hier nationaal-socialistische maatregelen doorgevoerd worden. Eén daarvan is bijvoorbeeld het instellen van de zogenaamde Ariërverklaring voor ambtenaren en onderwijzers. Iedere ambtenaar en onderwijzer moest door het tekenen van die verklaring aangeven dat ze een echte Ariër waren. En hier zien we dus die rassenleer van de nationaal-socialisten duidelijk terugkomen. Want als jij geen Ariërverklaring afgaf, dan raakte jij je baan kwijt. En er was natuurlijk weer één groep in het bijzonder die daardoor getroffen werd, de Joodse bevolking van Nederland. En die kregen dan ook steeds vaker te maken met razzia's en geweld. En dat leidde eind februari 1941 tot een grote openlijke staking, de februaristaking. Die staking werd neergeslagen, maar het was in ieder geval een teken dat een groot deel van de Nederlandse bevolking weinig op had met die maatregelen van de Duitse bezetter. Helaas was het ook slechts een van de weinige keren dat er op zo'n grote schaal verzet werd gepleegd. Een andere gebeurtenis vindt plaats in december van 1941, dan wordt de Nederlandse Unie verboden. De Nederlandse Unie die was in de zomer van 1940 opgericht en die probeerde eigenlijk maar het beste te maken van die Duitse bezetting. Ze wilde Duitsers een beetje hun gang laten gaan en zo op die manier hoopte die Nederlandse Unie dat de Nederlandse identiteit behouden kon blijven. En lang zagen de Duitse bezetters die Nederlandse Unie als een soort bondgenoot. Maar toen ook de Nederlandse Unie zich net als een groot deel van de Nederlandse bevolking keerde tegen de oproep om Nederlandse jongens in de Sovjet-Unie voor de Duitsers te laten vechten, toen werd de Nederlandse Unie verboden. En de onvrede over de Duitse bezetting neemt dan toe. Helemaal als in de tweede helft van 1942 de Entbösung begint. Dat is iets waar we het in de vorige paragraaf over gehad hebben. Hitler wilde graag een oplossing voor wat hij noemde de Joodse kwestie. En die kwam er in de vorm van de Endlösung, het deporteren van de Joden naar de vernietigingskampen in Oost-Europa. En vanaf 14 juli 1942 vertrokken vanuit kamp Westerbork de eerste Joden naar die vernietigingskampen. Een meer heugelijke gebeurtenis vindt plaats in september 1944. Dan wordt namelijk het zuiden van Nederland bevrijd. En het noorden blijft nog bezet gedurende het najaar en de winter van 1944 en 1945. De zogenaamde hongerwinter. Heel zwaar, maar uiteindelijk komt daar ook een eind aan en op 5 mei 1945 is heel Nederland dus bevrijd. Oké, het lijken wat willekeurige gebeurtenissen. Zijn het eigenlijk ook. Maar dit zijn dus degenen die in het boek genoemd worden. En ze kunnen ook gebruikt worden om de houding van de Nederlandse bevolking tijdens de bezetting aan te geven. Grofweg kun je die in 3 categorieën indelen. Het tekenen van die Ariërverklaring bijvoorbeeld is een voorbeeld van accommodatie, oftewel aanpassing. Dat wil zeggen dat de Nederlanders probeerden het gewone leven zoveel mogelijk voort te zetten. Oké, dan teken ik maar zo'n Ariërverklaring, ben ik het misschien wel niet mee eens, of vind ik misschien wel onzin dat dat moet gebeuren, maar dan kan ik in ieder geval mijn werk blijven doen. En in feite was die Nederlandse Unie ook een voorbeeld van accommodatie. Oké, dan proberen we die Duitsers maar een beetje naar de zin te maken, dan kunnen we het Nederlandse zoveel mogelijk behouden. Dit was de houding die veruit de meeste Nederlanders aannamen. Een andere manier was het plegen van verzet. Die februaristaking is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Daarin kwam men in opstand tegen de Duitse bezetter. Dit was gevaarlijk en er was dan ook slechts een kleine groep Nederlanders die zich hiermee bezig hield. En dan is er nog een derde manier om je te verhouden tot de Duitse bezetter. En dat was de zogenaamde collaboratie, oftewel samenwerking met de Duitse bezetter. Dit was iets wat de NSB bijvoorbeeld deed. Ja, en over de houding van de Nederlandse bevolking zijn na de oorlog vele discussies gevoerd, die woeden nog steeds trouwens. Want ja, waarom hebben niet meer mensen zich verzet tegen die Duitse bezetter? Waarom hebben niet meer mensen zich verzet tegen het afvoeren van de Joodse bevolking? En is die accommodatie eigenlijk ook niet gewoon een vorm van collaboratie? Als je het zo ziet staan, lijkt het heel zwart-wit en achteraf is het natuurlijk heel gemakkelijk praten. Maar geschiedenis is niet zo gemakkelijk, er is heel veel grijs. Dus wat nu de juiste manier is geweest om je te verhouden tot de Duitse bezetter, ja, dat zal voor iedereen anders zijn geweest. Nu even door naar de gevolgen van die Duitse bezetting.
Nou, je ziet al, die kun je in verschillende categorieën indelen. Eén groot gevolg valt natuurlijk buiten alle drie die categorieën. Dat is namelijk het afvoeren van de Joodse bevolking, het gevangen nemen van andere Nederlanders. Ja, dat is niet in de categorie in te delen. Politieke gevolgen van die bezetting. Nee, de Nederlandse regering vluchtte dus naar Engeland, ging in ballingschap. En Nederland werd een dictatuur. Zeker na het verbieden van die Nederlandse Unie was er slechts één partij in Nederland toegestaan, de NSB. Duitsland was een totalitaire staat, Nederland werd dat in feite dus ook. Economische gevolgen van die bezetting. Er vond heel veel dwangarbeid plaats. Nederlandse mannen moesten in Duitse fabrieken gaan werken. En dat ging ten koste van de Nederlandse economie. Ook moesten door Nederland grondstoffen worden afgestaan ten behoeve van de Duitse industrie. En ook dat ging natuurlijk weer ten koste van de Nederlandse economie. En als laatste zijn er ook culturele gevolgen. De Duitsers probeerden ook hier de bevolking te nazificeren, oftewel de bevolking nationaal-socialistische ideeën op te dringen. En dat deden zij door middel van propaganda en censuur. Dat is niet heel goed gelukt, want de groep Nederlanders die collaboreerde met de Duitsers, die is relatief klein eigenlijk. En de meeste Nederlanders waren dan ook blij dat er een einde kwam aan die bezetting op 5 mei 1945.